zaak klopt. Hij is de officier van dienst van de brandweer. Achter ons hoort u ontzettend veel gesis. Wat is er aan de hand? Er is tijdens het grasmaaien een gasleiding geraakt. Dat is een hoofdleiding, die is nu aan het lekken. En Eneco die is nu bezig om een afsluiter te vinden, om de leiding af te sluiten. En dat houdt in dat het sportcomplex en de volkstuinen hier op een gegeven moment zonder gas komen te zitten. En dan gaan ze inderdaad de leiding repareren en het gat dichten. Is er gevaar voor iemand of valt het mee? Nee, op dit moment is er geen gevaar. Alle ontstekingsbronnen uit de buurt zijn verwijderd. We hebben mensen van de volkstuinen gevraagd de huisjes te verlaten, naar de kantine te gaan. Dus op dit moment is er geen gevaar voor de mensen in de buurt. Het is even geëvacueerd voor het geval dat? Het is geëvacueerd op voorhand en de mensen de boel veiliggesteld. En nu is het afwachten tot de Eneco het gas dicht heeft. Ja. Je zei toch voor de rest van Schiedam geen problemen? Nee, op dit moment verwachten we geen problemen voor verdere woningen in Schiedam. Het zal beperkt blijven tot alleen de volkstuinen en het sportcomplex. Dan hoor ik een heleboel gesis. Hoeveel druk staat er op zo'n buis? Op deze leiding staat, als het goed is, 8 bar druk. Een transportleiding voor het gas naar een verdeelstation in Schiedam. Ja. Nou heb ik gehoord dat de melding ongeveer om 2:00 is binnengekomen. Waarom staat hij dan nog te spuiten nu? Het is onderhand over 3:00. Ja, omdat Eneco het een en ander op moet starten om het af te sluiten. Het zoeken van afsluiters en ook kijken wat de consequenties zijn. Het is natuurlijk wel zaak om te weten wat er zonder gas komt te zitten als je het af gaat sluiten. Dus vandaar dat er wat tijd overheen gegaan is. En u heeft ook de verwachting hoe laat er ongeveer weer gewoon hier gas gebruikt kan gaan worden? Op dit moment heb ik daar geen idee van. Dat zal met Eneco overlegd moeten worden. En die kunnen dan uitsluitsel geven hoe laat er weer gas terugkomt op deze leiding. Hartelijk bedankt voor je informatie. Ja, graag gedaan.